Wauw, mijn eerste vlog. Ik moet eerlijk zeggen dat dit buiten mijn comfortzone is. Maar het is natuurlijk altijd wel goed om iets nieuws te gaan proberen. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Dennis van Silva, GGZ-psycholoog. En ik werk nu meer dan 10 jaar in de GGZ. Ik ben op een gegeven moment psychologie gaan studeren. Omdat ik de mens gewoon interessant vind. Ik vind het interessant hoe men denkt en wat men voelt. En om ook erachter te komen waarom een bepaald gedrag getoond wordt door de mens. In mijn vlogs wil ik stil gaan staan bij bepaalde onderwerpen. Door middel van een psychologische bril op te zetten. En ook om discussies te gaan starten misschien. En ook mensen anders te laten denken bij bepaalde onderwerpen. En vast wel dat men zegt van, hey, ik ben het niet mee eens met wat jij gezegd hebt. En dat vind ik juist fijn en interessant om dan ook te horen, om daar dus discussies over aan te gaan. In mijn vlog zal ik het vooral gaan hebben over eigenlijk mijn eigen mening. Het is niet wetenschappelijk bewezen wat ik zeg. Maar ik neem natuurlijk wel de jaren ervaring en kennis mee vanuit de psychologie die ik heb opgedaan. Sinds 2005 studeer ik al, of ben ik al bezig met psychologie. En ben ik natuurlijk vanaf 2010 ook werkzaam in de GGZ. In mijn eerste vlog wil ik het hebben over een onderwerp wat zeer beladen is. En zeker ook heel belangrijk is. Namelijk discriminatie en het hebben van vooroordelen of het uiten van vooroordelen. Zeker nu, hè, en het is nu heel actueel in het nieuws. Sinds moord op George Floyd in Amerika zijn er wereldwijd heel veel protesten tegen discriminatie. Maar discriminatie is toch wel een onderwerp wat altijd eigenlijk op de agenda hoort te staan. En ook zeer belangrijk is om te bespreken. Dus daar gaat mijn eerste vlog eigenlijk over. En ik ga proberen door middel van een psychologische bril op te zetten. Te kijken naar discriminatie en het hebben van vooroordelen in het algemeen. Vandaag ga ik me vooral richten op de grote groep mensen. En niet op de extremen, zoals de rechtsextremisten of andere groeperingen die aardig wat kunnen discrimineren en het ook uiten en ook zelf mensen buitensluiten of zelfs anderen kunnen aanvallen. Dus ik ga proberen het te hebben over de grote groep mensen, het gemiddelde eigenlijk. En ik ga zo meteen door middel van een visualisatie ga ik proberen uit te leggen wat ik bedoel met de grote groep mensen en wat ik bedoel met de extremen. Nou, als visualisatie gebruik ik een normaalverdeling. Ik gebruik die normaal gesproken om intelligentieonderzoek te bespreken en na te bespreken. Maar ik ga hem nu proberen te gebruiken om eigenlijk duidelijk te maken wat ik bedoel met het gemiddelde en de grote groep mensen. En wat ik bedoel met de extremen. Want als we kijken naar hier in het midden, dit gedeelte, dat is de grootste gedeelte van de normaalverdeling. En daar zitten eigenlijk de grootste groep mensen. Ik heb het genoemd de meerdere culturen of in ieder geval openstaan voor meerdere culturen. En natuurlijk, ik ga trachten dit ook te verwerken in de vlog, dat jullie die ook beter kunnen zien. Maar ja, jullie weten, het is mijn eerste vlog, dus ik ben nog niet helemaal in thuis hoe ik dat kan verwerken. Nou, de gemiddelde, of in ieder geval de grote groep mensen waar ik het over heb, dat zijn mensen die niet alleen bezig zijn in hun eigen cultuur, maar ook openstaan voor andere culturen of te maken hebben met andere culturen of mensen uit andere culturen. Bijvoorbeeld, je werkt met verschillende mensen uit verschillende landen of je hebt contact in de straat met mensen uit verschillende landen of verschillende culturen. Het kan ook zijn dat je contact hebt met mensen uit verschillende beroepsgroepen. Dus dat je eigenlijk te maken hebt met meerdere mensen dan alleen waar jij eigenlijk zelf of in thuis hoort of waar jij vandaan komt of waar jij mee bezig bent. En natuurlijk, het kan zo zijn dat je niet in aanraking komt met bijvoorbeeld andere rassen of mensen uit andere landen. Maar je kan wel als persoon openstaan. Openstaan voor anderen, openstaan voor meer informatie. Dus het hoeft niet zo per se te zijn dat je in aanraking komt. Maar als persoon sta je er wel voor open.
En dan kijken we dan links en rechts ervan. Dan gaan we meer naar de kleinere groepen. En dan hebben we het ook meer over de extremen. Mensen die vooral bezig zijn in hun eigen cultuur. En niks te maken willen hebben met anderen. Vooral bezig zijn met hun eigen cultuur. En anderen eigenlijk buiten houden. En natuurlijk helemaal naar links of helemaal naar rechts. Dat zijn mensen die wat extremer zijn. En dan hebben we het over de rechtsextremisten bijvoorbeeld. Ja, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want dan kan ik denk ik wel een heel dagprogramma mee vullen. Dus vandaag ga ik het vooral hebben over de mensen dus die hier eigenlijk in het midden ongeveer zitten. Bij het onderwerp discriminatie vraag ik me altijd af van waarom bestaat het er eigenlijk? Wat is daar het doel van? Wat is de functie van discrimineren? En waarom hebben wij de vooroordelen? En als ik dan als psycholoog naar kijk en ook over nadenk, dan probeer ik in mijn hoofd daar een functieanalyse van te maken. En dan ga ik me afvragen, wat is daar de functie van? Waarom iemand bepaald gedrag laat zien? En dan hebben we misschien niet te maken met een schema of een modus van een persoon. Dus dan ga ik me afvragen, hey, waar komt dat eigenlijk vandaan? En als ik dan vanuit een schema kijk of vanuit een modus kijk, als ik dan vanuit dat oogpunt naar kijk, dan vraag ik me af, hey, hoe komt het dat iemand dus nu nog discrimineert en heeft het hem ooit geholpen? Dat gedrag, dat heeft iemand geholpen, anders ga je dat niet nog een keer tonen. Want wij als mensen natuurlijk, wij leren door dingen te doen. En als het helpt, gaan we proberen dat zoveel mogelijk te herhalen. Dus als ik naar het onderwerp discriminatie kijk of naar het hebben van vooroordelen, hoe heeft het jou geholpen en hoe helpt het jou nu nog steeds? Nou, het discrimineren of het buitensluiten van iemand of misschien zelfs iemand pijn doen, geeft het jou dan een goed gevoel? Dat zijn dingen die dan allemaal door mijn hoofd heen gaan als ik het op televisie weer zie over discriminatie of ook in het dagelijks leven gewoon wel meemaak. Van wat maakt nou dat iemand dat gedrag laat zien? En ik heb ook daarom ook gelijk een vraag voor jullie. Stel dat je van jezelf weet dat je wel eens iemand of een groep buitensluit of negatief bent tegenover een bepaald gevoel. Welk doel heb jij? Waar komt dat vandaan? Heeft jou dat ooit geholpen? En waarom laat jij dat gedrag nu ook nog zien? Een ander punt waar ik regelmatig over denk is het hebben van vooroordelen. Nou, ieder mens heeft vooroordelen. Dat hebben wij allemaal als mens zijnde. Maar daar heb ik dan ook wel eens vraagtekens over. Van waarom hebben wij vooroordelen? En met vooroordelen bedoel ik dat je een mening hebt over een persoon die niet op feit, wat niet op feiten is gebaseerd. Je kent diegene nog niet, maar je hebt wel alvast een idee over diegene of een mening over diegene. En eigenlijk is het hebben van vooroordelen een gevolg van een bepaalde beperking die wij hebben als mens zijnde. Want onze hersenen die vult aan de informatie die wij niet hebben. Door middel van de informatie die we in het verleden hebben verworven, of kennis die we hebben, een mening die we hebben gehad over iemand of uit het verleden. Dus door middel van de ervaringen die we hebben uit het verleden, vullen wij de gaten in die wij nu hebben bij een bepaald persoon. Iemand die je voor het eerst tegenkomt, ken je helemaal niet, maar je hebt dan gelijk een mening over. En dat die mening is vooral gebaseerd op informatie en kennis die je hebt vanuit het verleden. Dus eigenlijk is dat eigenlijk een gebrek wat wij als mens zijn hebben. Daar kun je niks aan doen. Het gebeurt onbewust en misschien soms ook wel bewust dat je over iemand een bepaalde mening hebt voordat je diegene hebt leren kennen. Maar dat is dus een gebrek wat wij als mens zijn hebben. En natuurlijk op het moment dat je meer informatie hebt, of je gaat met meerdere culturen om, met meerdere bepaalde personen om, heb je meer informatie, maar ook heb je ook meerdere meningen over een ander. Dus op het moment dat je vooral alleen maar omgaat met mensen uit jouw eigen cultuur of eigen ras of eigen afkomst, dan zul je merken dat jouw mening over een ander vooral daarop gebaseerd is.
En natuurlijk ook in het nieuws komt vaak vooral slecht nieuws op televisie of in de kranten. En dat is de informatie die je dan meeneemt als oordeel van een ander die jij bijvoorbeeld nog nooit hebt gekend, voor het eerst tegenkomt. Dus je oordeel is vooral heel erg gekleurd met wat jij eigenlijk in je eigen bagage hebt. Iedereen heeft dus vooroordelen. Daar kun je niks aan doen, dat gebeurt automatisch. Maar eigenlijk is het vooral belangrijk van wat doe je ermee? Wat doe je met een vooroordeel die je hebt? Want op het moment dat je vooroordelen hebt, wil je niet gelijk zeggen dat je discrimineert. Want discrimineren moet je toch echt wel gaan handelen. Moet je echt wel iemand expres buitensluiten. Want het hebben van vooroordelen, zoals ik al eerder zei, daar kun je niks aan doen. En ik wil dat ook door middel van een voorbeeld gaan beschrijven en gaan uitleggen wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Het is een eigen voorbeeld wat ik zelf meegemaakt heb een aantal jaar geleden. En ik denk dat dat wel goed illustreert wat ik bedoel met vooroordelen. En het hebben van vooroordelen over bepaalde personen. Nou, ik ga regelmatig op vakantie in Cape Verde en ik heb daar vrienden gemaakt. En een van die vriend had zoiets van, hey, ik stuur jou een cadeau mee met een toerist uit Nederland. Ik wist toen niet dat hij diegene totaal niet kende. Ik kreeg een berichtje van, hey, je krijgt een cadeau en die sturen wij op. Prima. En diegene die kwam terug in Nederland en die belde mij op. Kreeg me eerst niet te pakken, want ik was aan het rijden. En had mijn voicemail ingesproken, dus ik bel diegene weer terug. En hij heeft mij aan de lijn en we beginnen te praten over het cadeau wat hij meegenomen heeft. Of we een afspraak kunnen maken om die op te halen. Zijn eerste opmerking was van, hey, jij praat eigenlijk best goed Nederlands. Had ik niet verwacht dat jij goed Nederlands kon praten. Ik helemaal verbaasd. Ik ben geboren in Nederland. Naar mijn mening spreek ik toch aardig ABN. Maar die opmerking die plaats, daar was ik wel een beetje nieuwsgierig naar. Opgeslagen, niks mee gedaan. We hebben een afspraak gemaakt en om bij hen thuis het cadeau op te halen. Daar aangekomen, helaas zat ik op dat moment net in het gips. Dus ik liep met krukken, mijn rechterbeen in het gips. Aankomen bij hun oprit, aanklop en de eerste opmerking wat geplaatst wordt van, hey, je bent ook nog gehandicapt. Nou, gehandicapt. Ja, ik heb mijn Achillespees gescheurd, maar ik zou mezelf niet als gehandicapt willen typeren. Prima. Dus wij komen daar binnen, in gesprek. Ik hoor dan op dat moment dat ze eigenlijk diegene niet kende die cadeau had opgestuurd. Ik was ook verbaasd dat ze het toch hebben meegenomen. Ik zou ook niet zo snel iets meenemen voor iemand die ik niet ken, van iemand die ik niet ken. Dat doe je niet zo snel. En dat vertelden ze dus. En op een gegeven moment vertelden ze ook van, hey, we hadden je gebeld, kreeg je een voicemail en we zeiden tegen elkaar van, hey, zal het zo zijn dat hij misschien in de gevangenis zit? Nou, de mensen die mij kennen, die weten, de kans is heel klein dat ik in de gevangenis terechtkom. Omdat ik niet zo snel bepaald gedrag zou laten zien, waardoor ik in de gevangenis zou komen. Nou, dat zijn dus al eigenlijk drie vooroordelen. Eén, ik spreek naar hun mening goed Nederlands. Twee, ik ben gehandicapt in hun ogen. En drie, ik zou wel in de gevangenis zitten. Nou, in gesprek gekomen met die mensen, een beetje kennis gemaakt en een beetje uitleg gegeven van wat ik doe. Zij hebben uitleg gegeven wat zij deden. Dus een leuk gesprek, open gesprek, eerlijke mensen vond ik ook. Vertelde precies wat ze dachten en dat vind ik wel fijn, want zo ben ik ook. Ik zeg ook precies wat ik dacht. Maar dan zo zie je hoe bepaalde vooroordelen toch jou kan kleuren in de relatie tot een ander. Eind van de dag, eind van de avond, toen ik thuis kwam, kreeg ik een berichtje van hun, een lief berichtje van, hey, we zijn toch best wel blij dat wij jullie hebben leren kennen. Dus zo zie je maar, op het moment dat je gewoon normaal in gesprek gaat,
met mensen die bepaalde vooroordelen hebben. Ze waren niet aan het discrimineren, het was gewoon de manier waarop zij dachten. Kun je toch ook iemand veranderen? Mening veranderen of in ieder geval anders laten kijken? Want dat is de informatie die zij hebben. En door meer informatie te krijgen, kunnen ze dus ook anders naar bepaalde mensen kijken. Dus dat is eigenlijk mijn manier van omgaan met mensen met bepaalde vooroordelen. Ik probeer in gesprek te gaan met iemand over bepaald onderwerp te hebben, zodat ze je leren kennen. En hopelijk hebben ze dan ook een andere mening over jou. En zeker, er zijn echt wel mensen. En dan hebben we het weer over die extremen waar ik het niet over wilde hebben vandaag. Daar speelt ook een andere factor een rol. Dus niet alleen het hebben van weinig informatie, maar er speelt ook mogelijk andere problematiek een rol waarom ze zo bepaalde mensen haten. Het onderwerp van vandaag heb ik getracht bespreekbaar te maken door middel van een psychologische bril op te zetten. Vond je het een interessante vlog? Laat dan een duimpje achter en onder het filmpje of bericht kun jij een reactie plaatsen. Laten we er wel een gezonde discussie van maken. En je kunt mij volgen via LinkedIn of via YouTube.